In november 2020 scheidt Nassibe van haar gewelddadige echtgenoot en vlucht met haar driejarige zoontje van Rattingen naar Meckenheim, beide de Noord-Rijn-Westfalen. Daar wacht ze op de bus met haar zoon op 10 juni 2021. Een auto stopt, twee vrouwen sleuren hen in een SUV en nemen ze mee. Getuigen bellen de politie. Haar man Blarim is gearresteerd in zijn flat in Rattingen. Hij heeft het vermoedelijk allemaal georganiseerd. Terwijl hij wordt ondervraagd. Nemen de vrouwen de twee slachtoffers mee naar Albanië. Blerim is weer vrijgelaten. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over Eervraak. Abonneer je op ons kanaal onderzoek Eervraak.